Als voorzitter van de fractie van de VVD in de Eerste Kamer. Als je zo'n carrière hebt gemaakt in de politiek en je snuffelt dan als commissaris van een bedrijf, en heel belangrijk voor alle mensen die hier in het bedrijfsleven zijn, dat toch door de uitspraak van de ondernemerskamer in Amsterdam, dat hier duidelijk bepaald is dat de commissaris van een bedrijf hele grote verantwoordelijkheden heeft en boven op de ondernemer moet gaan zitten, boven taak op de zaak moet gaan zitten. Je kunt er dat maar niet eventjes als een bijbaantje bij gaan doen. Als je dat gaat doen en dat gaat mis, dan was je wel degelijk aangepakt. En dat was voor mij vandaag het nieuws. Ja, kan ik me iets meer voorstellen. Andere heren, wat was voor jou het nieuws? Behalve dan dat je vanmorgen lekker getraind hebt. Ja, lekker getraind vanochtend. Nee, ja, volgens mij was er eens een vliegtuig neergestort. Dat is wat ik mee heb gekregen van het nieuws. Oké, vandaag weer in. Ik weet nee, het niet. Nee, gisteren. Dat is al een dag al wat geleden, maar je was ziek, dus dat kan ik me voorstellen. Nee, in de woestijn was dat. Ja, klopt. Frank, jij als entrepreneur, entrepreneur, zoals je het zelf zegt, wat is voor jou het nieuws vandaag? Dat mijn dochter meer dan 10 meter kan lopen. Meer dan 10 meter. Applaus, dames en heren. Hoe oud is dat dan? Anderhalf. Anderhalf jaar, kijk, dat is een heel stap. Wim Schier, Food Connect. Wat is voor jou het nieuws van vandaag? Ja, een beetje afgezaagd, maar ik heb uit de maatschappij niet zoveel nieuws. Alleen we zijn vandaag een Stadskanaal begonnen. We hebben een aanbesteding gewonnen. Dus we gaan steeds verder weg. En dat was vandaag, dat is heel spannend. En vandaag de eerste levering, dus dat was voor mij heel belangrijk nieuws. De ondernemer, je had een hier en die een deal gemaakt. Applaus, Wim. En dan Sander. Mijn ongeboren dochter schopte gisteren voor het eerst in de buik van mijn vriendin. Dus dat was vanochtend nog steeds het grootste nieuws. Als jullie toch over dochters hebben, mijn dochter heeft gisteren in New York de marathon voltooid of ergens. Dan heb ik wel trots op. Zij had het in 5 minuten 2, ik weet niet of ik denk niet dat het zo heel snel is, maar 5 minuten 02. En we zijn nauwelijks getraind, dus ja, ik heb het zelf nooit gedaan, daar ben ik wel een beetje trots op. Van, ja, weet iemand of Gabriel, of vertel je nog die? Van Kreta? 4 uur 3 kwartier. 4 uur ongeveer gelijk dus. 4 uur 3 kwartier. Ook geen toptijd, maar wel uitgelopen. Helaas is het ons niet gelukt. We hebben zeg maar een tafel vol met mannen. Dat moet natuurlijk de volgende keer anders, zullen de vrouwen in de zaal zeggen. En dat vind ik eigenlijk ook. Maar goed, heren, jullie kennen elkaar zeg maar natuurlijk gedeeltelijk. Ik ga graag plaats vrij hoor. Ik zie een heleboel mooie dames. Ik mag daar hebben en dan plaats. Maar hebben jullie het gevoel dat jullie al iets met elkaar hebben? Kijk, aan Jan en Michael hoef ik dat niet te vragen. Maar er liggen natuurlijk verbindingen met Almelo. Wat hebben jullie met elkaar, denken jullie eigenlijk? Behalve dat jullie hier samen aan tafel zitten. Nou, ik denk dat we allemaal mannen zijn die het onbestaande kan zoeken in het leven en in ons zaken doen en in ons ondernemen. Dat is sowieso, denk ik, een verbinding. Buitenland zijn we volgens mij allemaal Twents, als ik me niet vergis. Nou, niet helemaal. Ja, goed, maar je staat hier genoeg op het veld om ook gewoon Twents te zijn. En dat verbindt ons natuurlijk in een aard. En een aard die mij in ieder geval geen windeieren gelegd heeft, want dat houd je met de beide beentjes op de grond wanneer het nodig is. En volgens mij is dat wel iets dat we alle vijf kunnen beamen. Ja, wat jullie ook alle vijf kunnen beamen is volgens mij iets met Almelo, toch Wim? Ja, we hebben een bedrijf hier in Almelo. Ik denk wat ons vooral verbindt, dat is niet alleen Almelo, maar dat we allemaal toch met topsport bezig zijn. En ik liep hier vanavond door het stadion met heel veel trots. Want je ziet hier ook dat Heracles probeert zich ook te onderscheiden. En ik denk als je een grijze muis bent en je loopt maar achter de meute aan, ja, dan volgens mij heb je niet zo heel veel kans om te overleven. Maar durf je gewoon je nek uit te steken en durf je gewoon te onderscheiden. Wat mijn aanspraak is, dat hier de spelers mogen of de supporters mogen op het veld komen. En, zo kan ik nog wel 5 dingen noemen. Dat doen wij ook elke dag. Dus ik denk dat wat ons 5 verbindt is dat je probeert je te onderscheiden. En je bent allemaal met topsport bezig. Ja, dat vind ik mooi. Frank, jij? Waarom ben je eigenlijk naar Almelo verhuisd met jouw bedrijf? Omdat mensen altijd vragen waarom ik naar Almelo ben verhuisd met mijn bedrijf. Serieus, omdat de meeste media ziet de wedstrijd rondom Enschede zeg maar. En ik dacht, ik ga me onderscheiden en in Almelo zitten.
En plus dat ik in Almelo in de Javatoren een goede plek kon krijgen dicht bij het station. Goed voor mijn personeel. Ja. Je zit bij de hoofdsponsor van Heracles in pand, toch? Bij, in de pand. Met Drom, inderdaad. Ja, ja, in de Javatoren. Yes. Mooi van voren. Kijk even een klein stukje weer ons mee. Ik geloof dat er iets mis is, fundamenteel mis is met media. Met media bedoel ik web, video en print. En dan met name het maken ervan. Dames en heren, ik presenteer u Fora Web. Fora presenteert Fora Web. Geen irritaties meer, maar makkelijk en snel met je website aan de slag. Fora Web maakt media makkelijker. Waarom heb je Fora in het leven geroepen? Nou, ik liep tegen het probleem aan dat mijn vriendin graag een blog wilde. En toen dacht ik bij mezelf, weet je, ik ga voor haar gewoon een systeem maken waarvan ze zelf een blog kan maken. Omdat ik zat was met al die vragen en wat ik van haar elke keer moest helpen. En ja, dus dat is eigenlijk de reden van de uitvinding, zeg maar. Je kunt het in 3 stappen doen. Je sleept gewoon datgene wat je wilt, sleep je op je website. Je koppelt gewoon datgene wat je al hebt. Dus je boekhoudpakket of je e-mailpakket. En vervolgens druk je op enter en het is klaar. En daarnaast kun je het heel makkelijk met één druk op de knop omzetten naar mobiel. Simpel als dat. En dit gaat door, maar we hadden even afgesproken van, joh, we laten even een stukje zien. En Frank, ik heb hem hier erop staan, hè. Fora is het concept. Yes. Volgens mij nog geen 2 maanden geleden gepresenteerd. 21 september hebben we het gepresenteerd in de auditorium. Hou hem goed tegen je aan, dan kan iedereen hem goed horen. Je zei het al in het filmpje, hè. Je bent het niet eens met wat er op het web gebeurt, in de media gebeurt. Je vindt dat er iets goed mis is. Wat is er mis? Het probleem is dat mensen die media nodig hebben, altijd andere mensen nodig hebben die media kunnen maken. Om bijvoorbeeld een website te bouwen? Exact, ja. Nee, wat krijg je dan? Dan krijg je hoge offertetrajecten en je krijgt veel kosten te verduren op het moment dat je wijzigingen wilt doorvoeren en dat soort zaken allemaal. Ik denk dat 99% van de mensen gewoon zelf een media moeten kunnen maken zonder last te hebben van technische beperkingen met een volledige creatieve vrijheid. En natuurlijk heb ik even gekeken, maar jullie proberen nu ook al heel veel gebruik te maken van bestaande online gratis tools. In je eigen bedrijfsvoering bijvoorbeeld. Ook inderdaad, ja. Maar ja. Ook in die applicaties. Dat klopt. Hoe werkt dat dan? Tegenwoordig heb je veel clouddiensten, dus dingen als Slack en Asana, Twinfield, Moneybird hier uit Twente. En die hebben allemaal zogenaamde connectoren waarmee je kunt verbinden. Als het heel ingewikkeld wordt, dan moet je ingrijpen. Ja, want, dat klopt. En daarvoor zijn we voor trouwens om het op te lossen. En wat wij doen is je website is je centrale punt van je marketingstrategie. Het punt waar je data verzamelt. En die data kun je met een paar klikken op de knop transporteren naar zo'n dienst als Moneybird. Nou, en vervolgens kun je jouw website, wat dus je centrale punt is, makkelijk met allerlei, met een gereedschapskist, laat ik het zo zeggen, met elementen erin zelf opbouwen zonder dat je het stand hoeft te hebben van techniek. Heren aan tafel, herkennen jullie zeg maar dat wat hij zegt over die problematiek? Of is dat voor jullie iets wat, volgens mij Food Connect heeft een website, Heracles heeft volgens mij een hagelsprint een nieuwe website. Ik heb jouw website bekeken, ziet er... telemeer uit. Herkennen jullie dit? Wat vinden jullie ervan? Ja, nou, ik denk dat wij allemaal in de afgelopen 15 jaar meerdere malen zijn opgelicht door deze vergelen die een website in elkaar knutselen voor veel te veel geld. Dus dat herkennen wij en het is logisch dat die markt democratischer is geworden. Wat hij doet is, sluit perfect aan op wat inderdaad mogelijk is. Vroeger was het abracadabra, hè. Dan moest je een nerd zijn om het internet te begrijpen. Maar het is eigenlijk heel simpel, je wil een stukje persoonlijkheid overdragen over het product. Dat moet eigenlijk allemaal niet zo moeilijk kunnen. En op het moment dat je met de moderne techniek, want het is natuurlijk wel een nieuwe vorm van connecten van verschillende elementen. Heb je met dit soort programma's natuurlijk een gat in de markt. Ja.
Als je kijkt naar jullie bedrijf, hè? Ja. Jij bent een mooie jonge ondernemer, entrepreneur, zoals je het zelf zegt. Dank je. Dank je wel, dat heb je zelf verdiend. Ik heb stukken gelezen en daarin zeg je dat. Maar je zegt ook letterlijk van, ik ben eigenlijk geen directeur. Ik wil creatief bezig zijn. Hoe pas je dat in de praktijk toe als ondernemer? Wat doe je dan? Ik vind dat je als ondernemer jezelf altijd moet uitbalanceren. Dus hetgeen waar je slecht in bent, daar moet je andere mensen voor aannemen om ze te laten doen waar jij slecht in bent. En zij krijgen daar energie van. En als je die energie matcht, dan krijg je een mooi resultaat. Meneer Smit, als voorzitter van Heracles, dit vraagt om een reactie. Ja, ik moet zeggen, ik stel me heel kwetsbaar op. Je moet je nog anders voordoen dan je bent, je moet ook niet een rol gaan spelen. Wat mij betreft had hij net zo goed in zijn eigen taal, ik neem aan, in Chinees kunnen vertellen. Net had ik er net zoveel van begrepen als hij nu in het Nederlands heeft gedaan. Dus dat schiet allemaal voor mij. Dit voor mij totaal mijn interesse niet. Ik ben wel degelijk ondernemer. Maar ik heb hier helemaal niets mee, moet ik zeggen. Ik vind hem allemaal. Ook, ze hebben mij nou ook net weer op Instagram en zo moet ik allerlei dingen doen. En dan krijg ik allerlei verzoeken om ergens vriend van te worden op Facebook. En iedereen wil met mij linken of LinkedIn. Ik vind het allemaal prima. Ik word er alleen maar nerveus van. En ik heb alleen die dingetjes Facebook en Twitter, maar ik kan die voetballers er niet aan kunnen volgen. Toch een beetje mee met de tijd, voorzitter. Sorry? Toch een beetje mee met de tijd. Ja, heb ik wel. Ik volg jullie wel. Ik weet precies wat er gebeurt bij jullie. Ja, dat is natuurlijk ook wel, als ik zo jong mag zijn, dat is het generatieverschil, toch? Als je mij zo'n antwoord inschat en mijn avond wilt bederven, dan vind ik het prima. Ik wil er ook wel op antwoorden dat ik denk dat je op dit moment met de middelen die er allemaal zijn, dat voegt heel veel toe. Maar net zoals met de voetballers, we kunnen alle programma's bekijken, we kunnen ze allemaal volgen met een band op en een chipje in de schoen, hoe ze moeten lopen en de volgende dag uiteindelijk. En daar gaat het op dit moment bij Heracles allemaal om. Als je met z'n allen niet één team bent en je gaat niet met z'n allen voor het ene doel en je denkt allemaal dat je zelf belangrijk bent in het team, dan kun je het allemaal vergeten. Zoals wij op dit moment bij Heracles voetballen, dan kun je zien dat als je als team gaat opereren, dat je dan pas gaat presteren. Iedereen kan wel net zoveel van die hardmeters en chipjes in zijn schoenen doen. En dan kan de trainer zeggen, ja, daar moeten lopen en daar moeten lopen. Maar elke wedstrijd is weer topsport leveren wat hier net gezegd wordt. En dan kun je alleen maar met z'n allen. Frank, en dan gaat het binnen bedrijf. Ja, Frank, hoe pas jij dat in jouw bedrijf toe? Met jouw team? Ik neem aan dat jij heel veel jonge mensen hebt die dus zeg maar al die technieken bij elkaar brengen. Dat klopt. Hoeveel mensen heb jij liefst? 16 technieken. Wij vinden dat je techniek moet gebruiken om zoveel mogelijk tijd over te houden voor andere zaken. Nou, en met de mogelijkheden van nu, en dan heb ik het niet zozeer over social media en Instagram en dergelijke, maar wel over de software tools die goedkoop zijn en makkelijk in gebruik, zodat je kunt focussen op je core business. En in ons geval is dat wel techniek. Maar in het geval van Fora, als ondernemers die je Fora gaan gebruiken, dan hoeven zij niet wat te weten van Instagram. Wij zorgen gewoon dat het werkt. En dan houden ze de tijd over voor hun eigen business. Ja. Je knikt er trouwens, maar Instagram voetballers en zo, die lossen of ze het mogen, maar die doen dat helemaal niet. Die willen toch helemaal niet zeg maar, zo zichtbaar zijn? Nou, volgens mij, ik heb zelf ook wel Instagram. En bij ons in de selectie heeft eigenlijk iedereen wel een account, hoor. Toch wel? Jawel, jawel. Oké, okay, ja? Ja, ik kijk al mijn doelpunten op Instagram. De studio sport heb ik absoluut geen tijd voor. Als ik niet ergens in de vliegtuig hang, dan land ik en kijk naar Visual, heet dat, een Zuid-Amerikaanse Instagram-account. En dan komen echt de mooiste doelpunten voorbij. Nou, dat is mijn 5 minuten sport. Dan scroll ik even de timeline van dat ding en dan krijg ik alle informatie die ik wil. Ja, je hebt toch best veel doelpunten van je Heracles gezien dit jaar? Ja, volgens mij wij allemaal wel, toch? Ja, heel veel. Dus zeker. Frank, waar gaat het naartoe? We houden even de volgorde aan, we praten heel over. Frank, waar gaat het naartoe met Fora? Wat is jouw doel? Wat is jouw ambitie? Wat is je droom? Fora is Fora Web, het webpakket wat je nu hier ziet, is één product in het hele product suite die wij aanbieden. Uiteindelijk gaan we ook print en video en andere zaken makkelijker maken, zodat je een one-stop shop hebt voor ondernemers zonder dat zij een extern bureau nodig hebben. En het dus gewoon simpelweg allemaal zelf kunnen.
Ja, ik las iets van 17,95 per maand abonnement of iets dergelijks voor een webapplicatie. Dat klopt, inclusief domeinnaam, inclusief onbeperkte bandbreedte, onbeperkte opslag en de software om het zelf allemaal te doen. Ja. Ik hoef het zeg maar aan jou, ik hoef niet te vragen, maar Wim, heb jij een idee wat jij voor je website hebt betaald en dat soort dingen? En Sander, jij? Weet u dat? Nee, ik durf dat echt niet meer te zeggen. We hebben een nieuw pakket hebben ontwikkeld, vanaf de basis. Nou, ik durf het bijna niet uit te spreken wat het kost. Maar ja. Ik denk dat het nu elke maand nog, om nieuwe dingen te programmeren, nu nog 15.000 euro elke maand kost, alleen maar aan programmeerwerk. Dus ik teken ze af, heel snel weg en die wereld gaat voor mij ook iets te snel. Maar wat wel belangrijk is, techneuten, die heb ik ook om me heen. Ik denk dat we elkaar de hand kunnen geven. Maar wat wel belangrijk is, dat je je eigen identiteit waarborgt. Dat je altijd je eigen dingen aan toevoegt. En de techniek is, daar zijn andere mensen voor. Ja. Maar je moet wel je stempel erop drukken. Dat je dicht bij jezelf blijft als bedrijf. Klopt, dat kan mooi met onze software. Ja. Nou, ik bedoel, kijk, als je kijkt naar de afgelopen 20 jaar, de digitale revolutie, die heeft zich nu, obviously, ligt achter ons. Ik denk dat we nu langzamerhand in een fase komen waarin al deze technieken inderdaad op democratische wijze en goedkoper geïmplementeerd kunnen worden. Om merken, want dat zijn we natuurlijk allemaal, Heracles is een merk, jij bent daar een merk, jij hebt een merk. Wij zijn persoonlijk merken en wij moeten ons natuurlijk laten zien. En ik denk dat al deze middelen daartoe in dienst staan. Ik schakel even door naar het volgende filmpje. Mag ik een applaus voor Frank Ook van Voora? APPLAUS